Come on, boys. I'll take good care of you. Nah, I hope she does. Tot, je moet gewoon even je bek houden, oké? Okay? Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Inazuma Eleven voor de DS. Vorige aflevering hebben wij Brainwashing Junior High verslagen en deze aflevering gaan we nog meer coole shit doen. Ten eerste gaan we eventjes naar de voetbalclub room, want Mr. Wintersea heeft iets te zeggen. Ja, als Mr. Wintersea je nodig hebt, dan kan je maar best dat het... Oh god, te worden gebeld. Is dit Nelly? Hallo Nelly? Mark, we found like what you were looking for. Come over to the club room when you have like time. Hey, wat toevallig! Ik wilde net naar de club room gaan. Oh Nelly, het is alsof je weet hoe ik ben en wie ik ben en alles wat ik doe. Het is alsof je mijn hele leven volgt. Misschien doet ze dat ook wel, want ze deed in het begin van de game best wel creepy stalken en shit. Kijk, daar staat ze ook weer gewoon helemaal trots op zichzelf. En ja, ik weet alles van mijn spelers. En ik ben trots dat ik ze stalk. Want zo is Nelly nou eenmaal. Evans, where have you been? Here, take a look at this. What's this? Immaculate victory of for otaku. Nerds give occult 10-0 trashing. What? Occult lost? Yes, I thought the match would be an easy win if you were playing Occult. This is horrible. He even promised the governor that you definitely win the next match too. Me and my big mouth. Just think of my position if I lose. They completely devastated them. Were Otaku really that good? No, they're actually the worst team in the whole competition. I was sure they'd be playing against Occult. I was sure you'd be playing Occult in the semi-final. Here, hey Axel, do you know what happened to anything now about Occult, Taku? I can't speak today. Nope, I've never heard about them. You never heard about them? Who exactly are they? We have to find out. If you need more information, Mark, I've got just the thing. Hee hee, ta 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 ta. Fuck off, Todd. Fuck off, Todd. What's a maid cafe? Oh, we moeten dit volgen. Oké, Todd, je mag even praten. Don't you know, Captain? It's a special cafe with cute girls and cute costumes and... Dat is een pervert, waarschijnlijk. The newspaper did a professional investigation into it. We found that the Otaku group students like were often seen at this maid cafe. I'll bet my journalistic license that you should be able to find out about anything about them there. Yes, let's go. I'll go. I'll go too! You don't mind, do you, Mark? No, of course not. No, not so fast, Sylvia. You've promised to help me out cleaning up this messy club room, remember? Like that? Oh yes, silly me! You're not really going, are you, Mark? Well, I guess you never know. We might find out something that could help us. Despicable, count me out. Suit yourself, you're granted. We'll go, well, off you go. Oh, wacht, dat is niet Celia's voice, sorry. Ik dacht dat het een andere karakter was. Well, off you go. Tell me what you find about them. I really want to know what you think. Find about them. I want to write and shit. Okay, go to the cafe shopping area. En Axel gaat volgens mij niet met ons mee. Oh jawel, toch wel. Oké, het dingetje hieraan is... Ja, kijk, het ding is...
Wacht. We moeten hier even goed over nadenken. Want Nelly hier zo, die heeft dus een nieuwe speler voor ons. Nou, ik ga eventjes snel wat doen. Eventjes hier saven. En dat doe ik met een reden. En als dit werkt, dan ga ik jullie vertellen wat die reden is. Oké. Aha! Talesman zit ertussen. Oké, dat is heel erg handig. Hij is wel level 7, ik had hem wat hoger verwacht. Wat ik dus wilde doen, als je deze missie gaat doen, dan wordt het een stukje moeilijker voor je op een bepaalde manier. Maar dat zien we allemaal zo meteen. Weet je wat? Ik scout Talesman wel gewoon nu, want dan hebben we dat maar gehad. Laat mijn originele plan maar. Ik zal zo meteen wel uitleggen wat mijn plan dus was. I've arranged for you to be waiting by the gym. Oké, let's go. Waar is de gym? Dat is mijn vraag. Waarschijnlijk was hij toch hier. Ik ga eventjes versnellen zodat we dit snel kunnen doen. Want we moeten wel een beetje progressie maken. Volgens mij was dat hier toch? Ah, ga aan de kant jij. Hier zo moet dat zijn toch? Normaal versnel ik het liefst niet in de overworld. Maar hey, vandaag eventjes wel. Dus Talesman hoort nu bij ons. Hij heeft best wel een goede spits. Alleen we moeten hem nog wel eventjes trainen. Maar hey, Talesman zit nu aan ons team. Hij gaat wraak nemen tegenover Otaku. Omdat ze hem hebben vernederd en shit. We kunnen hem het beste ook maar meteen eventjes meenemen. Ik denk dat we dan Jack in het team laten. Want hij moet nog steeds wat extra levels hebben. En dan Talesman die heeft sowieso extra levels nodig. Formation. Match. We kunnen hem in principe al voort, als we dat willen, al op het team zetten hier zo. Kijk eens aan. Ja, oké, dat moet wel prima werken. Dan kunnen we later, dan hebben we al een van de captains. Kijk je dan, dit is toch cool. Gewoon een van die karakters waar we eerder nog tegen vochten hebben nu op ons eigen team. Dat vind ik altijd zo cool. Je kan echt een heel erg gek team maken met al deze verschillende karakters. Misschien moeten we ook nog een paar van brainwashing halen. Ik bedoel, brainwashing is redelijk goed. Alleen, misschien kunnen we toch nog het beste wachten totdat we bij de echt hele sterke teams komen. In ieder geval, we gaan naar de shopping area. Dus mensen, vandaag heb ik een geweldig verhaaltje voor jullie. Namelijk, een tijdje geleden in Zweden is er iets heel erg bijzonders gebeurd. Er is namelijk een nieuwe wet ingevoerd. En deze wet heet de goedkeuringswet. Wat deze wet doet, je moet, voordat je in Zweden seks gaat hebben, moet je eerst aan de persoon waar je seks mee gaat hebben vragen om goedkeuring. Vragen of het mag dat je seks gaat hebben. Dat is, hoe heet het? Dat is het hele doel. Hey, kijk, een meid. Ah, let me go. Don't you say nasty things. Oh, please, I'm begging you. Please don't leave my lurch. Dit is trouwens een heel grappige cutscene, dus ik ga zo meteen verder met die wet. Stop it, you're causing a scene. Are you alright? Oh, yes, thank you. He wouldn't stop pestering me. Thanks for stepping in. Would you mind telling me your name? Yes. I'm Todd Ironside. Fuck off, Todd. En daar gaat ze weer. Todd, je hebt het verkloot. What's the matter all of a sudden? Guys. It's not what it looks like. She is one of my staff. Hij is dus de baas van dit restaurant. So you're actually the manager of the maid cafe. Yes, that's right. The name is Manny Arctic. I am the manager of this cafe, the Ray at Cafe. The maid I was talking to works for me. She really would say she said she wants to quit, so I was trying my best to keep her from leaving. Why has your cafe been shut down? Samantha, the woman in charge of the town community, doesn't think too highly of us. I want to ask her to let us reopen, but, well, to be honest, she scares the pants out of me, man. When she stares at me with those cold, piercing eyes, I just... Oh, well, please, I'm begging you. Can you go to Samantha and ask if she'll get my sub back? Oké, ja, dat doen we wel. We gaan dus naar die Samantha en dan gaan we een voetbalmatch tegen haar spelen. En dan zorgen we ervoor dat dit hele café weer opent. Want wij zijn aardige mensen en ik verpest alle camerahoeken. Maar goed, Zweden, goedkeuringswet. Wat die wet dus doet, je moet dus toestemming vragen voordat je seks met iemand gaat hebben. Want dat voorkomt dan, dat kan er dus voor zorgen dat je officieel iemand kan aanklagen... makkelijker iemand kan aanklagen voor rape. Dat is zo'n beetje, of voor verkrachting, dat is zo'n beetje wat die hele wet moet doen. Alleen, in principe
dat zorgt er wel voor dat iedereen opeens aan zijn man of vrouw moet gaan vragen om seks. Gewoon letterlijk om toestemming. Sowieso, meestal, als je seks met elkaar gaat hebben, vraag je al om toestemming. Oh, hij blokkeert mijn aanval. Oké, dan. Het ziet ernaar uit dat we eventjes onze game wat moeten verbeteren. En Axel verkloot het. Yep, Axel, dat doe je heel erg goed. Oké, special moves dan maar, dan gaan we dat doen. Nee, Axel, die kant op. Fuck, oké. Tailsman, pak die fucking bal op, please. Laat zien wat je waard bent, kom op. Je bent toch een super goede speler. Ja, kijk, dat wil ik graag zien van je. Oké, dan gaat Mark weer daar naartoe. Jij daarheen. Direct, hepsakee. En bam, en een fire tornado. En hij is dood. Maar goed ja, meestal als je seks gaat hebben met je vriend of vriendin of je man of vrouw, meestal vraag je ook dan eerst ervan of je seks wil hebben. Dus dan vraag je eigenlijk al om toestemming. Het is eigenlijk een beetje een onnodige wet. De gedachte achter de wet is goed, zo'n beetje. Maar het is gewoon een heel erg rare wet. Ik snap niet waarom ze dat hebben, maar hey, het is blijkbaar was het nodig om dat te doen. Oké, nou kunnen we hierheen naar een adult café. Fuck off, Todd. But the lights aren't on. It's still in the middle of the day, so I don't think they're open yet. This place is shut too. Well, let's ask. Hello, is anybody there? Anyone? Captain, I don't think I'm ready for this yet. En daar heb je de bitch hoor. What are you doing making such a racket out here? Oh, she's beautiful. Aren't you some cute little customers? But this is no place for kids like you. Now off you go. Mark asked Samantha about the thingy-majingy. There were some complaints about school kids going to the cafe on their way from school. That's why I decided to close the maid cafe down. I see. I can see how that could be true. Why even I'd probably skip off school if I could go there. Well, I'm not particularly fond of a man who asks kids to do his dirty work, but okay, I'll give you a chance since you had the courage to come here and ask. When you're ready, I'll be waiting for you at the spare ground on the right entertainment alley. Wat ze dus gaat doen, nogmaals, ze gaat ons letterlijk vragen om een voetbalmatch. Want zo worden alle problemen in deze wereld van Inazuma Eleven opgelost. Gewoon voetbal. Dat is het letterlijk. Altijd gewoon voetbal. Dat is blijkbaar een ding. Even kijken, nog één keer kijken naar onze setup. Om zeker te weten dat Tailsman hier staat. Ja, dat staat hier. Oké, want ik wil hem graag een beetje trainen. Zodat die match klaar is voor de opkomende matches. Maar dan gaan we allemaal even bekijken. Oké, hier is Samantha. Kunnen we hier nog ergens healen? Of is dat geen ding? Wacht. We kunnen net zo goed eventjes healen met gewoon wat items. Ik heb waarschijnlijk toch nog wat items. Even kijken. Ik heb FP. Zo, hupsakee. Krijg jij FP? Het is niet echt nodig dat zij FP... Oh, nou is dit zeker TP of niet? Ja, dit is TP. Oké, dan. Doen we dit eventjes snel. Jack heeft het niet nodig. En Tailsman heeft het ook niet nodig. Oké, dan. Klaar om te gaan. Gaan we eventjes met de Golden Oldies vechten. Of voetballen. Het is letterlijk een team van oude mensen. En het leuke is, deze teams, uit deze teams kan je ook mensen scouten. Dus ook al zit je in een high school en doe je mee aan een voetbalfrontier, wat eigenlijk voor high school students is. Je kan meerdere volwassenen en oude mensen scouten in deze game om aan je team toe te voegen. En ook een paar vrouwen hier en daar. Dus dat is een beetje iets waar de developers niet echt over hebben nagedacht. Come on, boys. I'll take good care of you. Nah, I hope she does. Tot, je moet gewoon even je bek houden, oké? Oh, Tot is gewoon fucking irritant. Ik haat Tot te onnodig. Maar het is gewoon zo. Wie houdt er nou van Tot, joh? Tot is gewoon Tot, ja. Niet dat is die. Hij is alleen maar Tot. Hij is een kleine eekhoorn. Ik bedoel letterlijk, als je kijkt naar hem. Hij is een fucking eekhoorn. Dit is toch niet normaal, joh, Tot? What the fuck is er mis met je? Oké, Street Sally's. Volgens mij waren dit niet de Golden Oldies? Ik dacht dat ze de Golden Oldies heten. Dan is dat waarschijnlijk een ander team. Maakt niet uit. We gaan toch nog maar even met ze spelen. En we gaan ze waarschijnlijk helemaal inmaken. Want zo goed zijn wij. Want letterlijk, wij zijn waarschijnlijk ook wat... Nou, tenminste...
leeftijd doet er wel een beetje toe als je fit bent. Ik bedoel, ik neem aan dat deze gasten van Rayman, die trainen de hele tijd. Maar ik neem aan dat deze Street Sally's ook veel trainen. Hoe de fuck is dat offsite? Hoe de fuck was dat offsite? Dat is zulke bullshit. Ik neem aan dat deze mensen ook trainen, maar als je wat jonger bent en je traint ook gewoon voetbal, dan ben je waarschijnlijk wel wat fitter. Dus waarschijnlijk winnen wij deze match en zal het niet echt veel uitmaken. Mijn geweldige strategie van dit doen en dan schot, werkt altijd. Gewoon niks mee, niks in de gaten, gewoon schieten en dan lukt het gewoon. Het is echt een hele cheap strategie, maar het werkt gewoon. Ik vraag me af, hoeveel van jullie die deze game zelf ook hebben gespeeld, kennen dat soort trucjes? Hoeveel van jullie doen dat soort trucjes zelf ook zo vaak? Want er zijn echt een aantal trucjes waardoor je matches gewoon echt heel erg makkelijk in jouw voordeel kan brengen. Gewoon hele makkelijke kleine trucjes. En ik vraag me af, hoeveel mensen leren trucjes van mij die ze zo lang al niet kenden, weet je wel? Want vroeger als kind, ik probeerde echt zowat alles uit. Ik ken echt een heleboel trucjes uit deze game, uit mijn hoofd. En dan ben ik nog steeds heel erg kut. Hoe kan dat? Nou ja, ik ben gewoon kut. Ja, dat is een ding. We kunnen trouwens nu zigzag sparken. Yay! Zigzag spark! En dan elektrocuteer je die arme mevrouw. Dat is niet aardig, Kevin. Wees aardig voor de ouderen. En we worden nu gepakt. Als ik nog een keer zigzag spark doe, dan heb ik niet genoeg voor een move, of wel? Nee, dan hebben we net niet meer genoeg voor een goede move. Dus we kunnen net zo goed chargen. En dat halen we niet. Oké, maakt niet uit. Ik was toch niet van plan om te scoren, joh. Nee, joh, waarom zou ik willen scoren? En mijn muis registreerde me weer eens. Oké, Tailsman, laat zien wat je waard bent. Waarschijnlijk niet veel, omdat die niet zo heel goed is op dit moment. Dat is wel kut dat ze je karakters op zo'n laag level doen. Oké, dan even kijken. Als het goed is, kunnen we nu de Inazuma 1 doen. En dan is dat nog een net goal. Echt waar, dit potje gaat gewoon lekker. 2 goals, 1 kwartiertje in game tijd. Dat gaat gewoon lekker. Dat gaat heel goed. En wat ik het leukste vond aan Inazuma 11, ook gewoon door elke Inazuma 11 heen, is gewoon matches opnieuw spelen en ze zo goed mogelijk spelen. Of gewoon voor de S-rank spelen. Dat is zo nice. Om gewoon steeds beter te worden. Steeds sneller te worden. Steeds sterker en steeds sneller goals te kunnen maken. En dan elke wedstrijd kunnen afstrepen met de S-rank. Oh, daar kan ik van genieten. Dat deed ik vooral bij Inazuma 11 2. Die game heb ik echt kapot gespeeld. Nog meer dan deze game zelfs. Echt, ik hou van die game. En ik kan niet wachten tot we die game ook gaan spelen voor deze serie. Tenminste als vervolg op deze serie. Daar hou ik sowieso van. Als je gewoon meteen het vervolg van een game al speelt. Zodat mensen die dan de serie volgen. Live gewoon volgen op de voet. Die kunnen dan meteen gewoon de volgende serie kijken. Dan kijk je meteen het vervolg, weet je wel. Dat vind ik altijd het leukste. Ik heb dit waarschijnlijk al meerdere keren gezegd in video's. Maar ik vind het altijd leuk als mensen later gewoon in afspeellijst een serie aan kunnen zetten. En dan gewoon lekker kunnen chillen. En dan is het nog chiller als ik meteen beide games speel. Niet alleen Inazuma 11 1, maar ook 2 en dan later ook nog 3. En dan hopelijk ook een keer de Inazuma 11 Go games. Het is zo leuk dat je gewoon nice kan chillen. Een weekend lang gewoon Inazuma 11 kan gaan marathonen. Je hebt gewoon zin om Inazuma 11 te spelen. En je denkt van weet je wat. Ik ga gewoon iemand kijken die het zelf ook speelt. Terwijl ik het speel gewoon samen een beetje naast elkaar spelen. Of je denkt gewoon nou, ik kijk wel iemand die het speelt. Nou, dan heb je gewoon een hele let's play. En nogmaals, zoals ik al vaak heb gezegd in deze serie. Er zijn niet veel mensen. Engelse kanalen of zelfs Nederlandse kanalen. Die veel Inazuma 11 spelen. Echt, dat is heel erg zeldzaam als je een kanaal vindt. Wat je kan verstaan, wat Inazuma 11 speelt. Dus ik vind het wel nice dat ik waarschijnlijk een van de eerste mensen ben in Nederland die Inazuma 11 op YouTube speelt. Echt waar, ik heb me rotgezocht op het hele internet en ik heb geen enkele let's play van Inazuma 11 gezien van een Nederlander. Dus waarschijnlijk ben ik helemaal geweldig bezig. Inazuma 11 is ook een van mijn meest populaire series op mijn kanaal. De serie doet het echt heel goed, waar ik heel blij mee ben. Maar dat laat zien dat er een heleboel van jullie dus dit kijken omdat Jullie hebben waarschijnlijk nooit let's plays van deze game gezien. Jullie hebben nooit echt, zoals bij andere games, bijvoorbeeld Pokémon. Pokémon heeft zoveel let's plays op YouTube. Echt, dat is zo'n game. Elke Pokémon game, die staat 1000 keer op YouTube. Meer dan 1000 keer zelfs. En wat dan zo cool is, is dat je dat dan bij Pokémon wel hebt. Maar bij Inazuma 11 heb je dat niet. Dus dan heb je nou eindelijk daadwerkelijk iemand die het wel speelt.
Hey, dat vind ik zelf persoonlijk altijd wel leuk als mensen een game spelen op YouTube die ik zelf heel goed ken, maar die andere mensen niet zo heel goed kennen. Waaronder Inazuma Eleven dus. Goed, heb ik nog meer wat dingen te vertellen? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk, ik ben nog steeds aan het voorbereiden met video's maken voor, voor de vakantie, voor de kerstvakantie. Wat deed ik nou Pasen? Ik denk dat ik per ongeluk heb gepaast. Dat mag niet, maakt niet uit, want hij heeft toch al de bal overgenomen. Maar ik ben nog steeds voor de vakantie video's aan het opnemen. En tot nu toe gaat het wel redelijk goed. Ik heb al 3 of 2 video's online staan. Alvast. Dus voor jullie staat het allemaal al online. Dus dat is nice. Maar ik ben dus goed bezig met video's maken. Alleen grote video's maken, dat gaat op dit moment niet erg. Ik ben begonnen, tenminste ik ben bezig met het maken van video's van de... Hoe heet het? De kerstborrel 2017. Vorig jaar deed ik een video. Dat was dus de kerstborrel 2000. Oeh, welke van de twee gaan we doen? Ine, mine, mutte, teampot, jij. Vorig jaar deed ik dus een video genaamd de kerstborrel. En dan deden een paar vrienden van mij en ikzelf deden dus een stukje inspreken. En heel erg zo, oké, we zijn echt heel erg onderleveld. Ik had wel gedacht dat dat niet zou werken, maar toch eventjes proberen. Dus deden we heel sarcastisch iets heel erg slechts, heel erg goed brengen. Per ongeluk heb ik die video helaas verwijderd. Vind het heel jammer, want ik was heel trots op die video. Dit jaar ga ik hem weer proberen te maken. En misschien dat hij onderhand al online staat als jullie dit zien of niet, weet ik veel. Maar het gaat wel krap worden voor mij om hem daadwerkelijk te maken. Want ik heb letterlijk nog maar 1 of 2 dagen om hem te maken als je deze dag dat ik dit nu opneem meetelt. Dus dat is een beetje stress, echt waar. De grootste stress op dit moment die ik heb is gewoon het voorbereiden van video's. Echt waar. Ik moet wel zeggen, het opnemen van... waarschijnlijk is dat nu onderhand al online gekomen. Maar het opnemen van Doki Doki Literature Club heeft echt zoveel geholpen. Het is zo nice om eventjes gewoon een uurtje achter je computer te zitten. Of een paar uur. Heel veel van 1 game op te nemen. En dan te kunnen gebruiken van video's. Want mensen vinden de game heel interessant. Tenminste een heleboel mensen die mij de game hebben aangeraden. Vinden de game heel erg leuk om zelf te kijken. Ik kan gewoon chill de game voorlezen. Dus ik hoef niet heel veel te stressen om commentaar. En hier en daar vind ik gewoon dingetjes die ik leuk kan vertellen tussendoor. Ik vind het alleen wel heel jammer dat ik in die serie in de eerste 3 afleveringen het geluid te hard heb staan. Dat is echt zo kut als zoiets gebeurt bij een serie. Echt waar, daar kan ik me zo aan irriteren. En ik leer er blijkbaar nooit van. Maar ik kan me echt irriteren als iets fout gaat bij een serie. Als er gewoon in de eerste aflevering iets niet helemaal goed zit. En dan irriteer ik mezelf aan. Dan denk ik van, hopelijk kunnen kijkers hier doorheen kijken. Letterlijk, dat ze gewoon denken zo van, weet je wat? Maakt niet zoveel uit dat dit zo slecht is en zo hard. Ik kijk het toch wel. Ik hoop echt dat dat het geval is, hè. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Voor de rest heb ik nog meer dingen te vertellen. Nou, ik heb nog wel 1 dingetje te vertellen over Inazuma Eleven toevallig. Ik ben er laatst achter gekomen wat de waarschijnlijke reden is dat Inazuma Eleven Go Galaxy nog steeds niet in Europa is uitgekomen. Mensen hebben mij verteld dat de naam Go Galaxy al is gecopyright in Europa. Niet door level 5, maar door een ander bedrijf. En daar zit level 5 dus mee te struggelen. We kregen in 2015 berichten dat Go Galaxy al in de maak zou moeten zijn voor Europa. Ik bedoel, het is alleen maar vertalen. Je kan het makkelijk nog releasen. Ze moeten er wel echt mee gaan opschieten als ze het nog willen releasen. Aangezien de 3DS aan het eind van zijn leven is. Hier, we gaan gewoon nog een keer schieten, joh. Hupsakeetje, dit kan je eten. Je kan het hoor, ik zweer, jij zal scoren. Yes, hij doet het toch echt ook. Nice, Nathan. Je doet het geweldig. Maar dus Go Galaxy die heeft... dit vind ik ook gewoon mooi. Zij hield hem tegen en meteen terugspelen en toen kon ze hem niet meer houden. Nice, goed gedaan, Nathan. Of Nathan. Ik zit soms te twijfelen of hij nou Nathan of Nathan heet. Nathan klinkt gewoon wel beter. Een beetje zoals Nathan Drake. Je weet wel van Uncharted. Maar ja, ik heb trouwens eigenlijk nooit een Uncharted game gespeeld. Het lijken me wel leuke games. Heel veel mensen zeggen dat het een leuke game is, maar ik weet niet. Ik weet niet, het is zo'n typische game waarvan een heleboel mensen hem al hebben gespeeld en hem geweldig vinden. Maar ik niet. Dat heb ik heel vaak. Er zijn een heleboel games waarvan ik weet dat ze geweldig zijn. Maar ik speel ze niet, omdat ik gewoon de tijd of geld er niet voor had, weet je wel. Bijvoorbeeld, dit jaar zijn een heleboel coole games uitgekomen. Echt te veel gewoon om bij te houden. Een van die games was Ahead in Time. Ik wil die game sowieso voor de Switch.
En ik wacht erop tot hij misschien ooit voor de Switch uitkomt. Op dit moment is hij uit voor PS4, Xbox One en voor de PC. En ik wil hem graag fysiek hebben, weet je wel. Of nou, tenminste fysiek zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar... hij zal sowieso wel digitaal zijn. Oeh, nice! Talesman is al level 13, dat is echt heel handig. En Quick Draw, About Face en Dynamite Shot. Nice! Goeie moves! Maar ik wil dus heel graag die game wel hebben. Alleen, ik wil hem op de Switch. Dat heb ik heel vaak. Dan kijk ik zo van, deze game is cool. Kan ik hem op de Switch krijgen? Misschien? Dus dat is de reden waarom ik een Ahead in Time nog niet heb gespeeld. En dat is jammer, want ik wil daadwerkelijk of in 2018 of nog net in 2017 een video maken waarin ik mijn top 10 favoriete games van 2017 geef. Of de beste games van 2017. En ik weet zeker, als ik Ahead in Time had gespeeld, dan zou die sowieso op die lijst staan. Alleen, ik heb de game niet gespeeld. Dat is echt heel erg kut. Dit is allemaal story van ja, nou mag je wel otaku binnen. Het is niet zo heel erg belangrijk. We zijn de Legendary in Zoom 11. Nee. En nou vertellen zij van, nou ja, dat weet ik nog goed hoor. Ja hoor. Ja hoor. Well, they're not called Legendary for nothing, are they? Hey. I'd love to play against them. The Inazuma 11 that my granddad coached. Granddad? Well then, you must be Dave Evans' grandson. I thought I'd recognize that determined, ambitious look on your face when you we were playing. But why didn't Mom tell me about the Inazuma 11? She must have known about my granddad. I never asked her before, but I definitely will now. Fine, fuck off, Todd. You just want to go to that maid cafe, don't you? Okay, I'm a woman of my word. I'll let the maid cafe open for business again. Thank you very much. Fuck off, Todd. Come back and see me in my restaurant when you're all grown up, that is. Toen ik dit vroeger speelde als kind, was het daadwerkelijk zo van, man. Ik zit gewoon op dezelfde leeftijdscategorie als deze gasten van Rayman. En ik kan waarschijnlijk, zou ook nooit dat hele restaurant of dat café in kunnen. Maar nu ben ik 19. Fucking 19. Nou kan ik dat restaurant in kunnen als het echt bestond. Maar goed, ik denk dat het laatste is wat we kunnen doen voor deze aflevering. Want zoveel tijd hebben we niet. Dan volgende aflevering gaan we naar dat Weeaboo Café of Maid Café of what the fuck voor café het ook is. En dan zien we wel verder. En dan gaan we waarschijnlijk volgende aflevering of die aflevering daarna met Otaku Junior High een voetbalmatch spelen. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneren zou ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!